Fernandes Group of Companies heeft vandaag 25.000 SRD gedoneerd aan de stichting SUEET. Dit gebeurde op het bordes van Radio 10. Fernandes, die al jaren partner is van SUEET, vindt het belangrijk dat er ondersteuning gegeven wordt aan mensen in de samenleving die het hard nodig hebben. Kurt van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, vindt de projecten die SUEET uitvoert fantastisch. Hij hoopt dat deze donatie een uitdaging en stimulans zal zijn voor andere bedrijven om ook te doneren. Volgens hem zorgt Fernandes er toch voor om sociale projecten uit te voeren, ondanks de situatie waarin het land nu verkeert. Nou, vanuit die Social Foundation pot, die wordt vanuit de botteling, vanuit de bakkerij, vanuit de autohandel en vanuit de handelmaatschappijen, wordt dat jaarlijks natuurlijk gefueld. Daar komt een bedrag in. We hebben dit jaar ook gezegd, oké, we gaan ook vanuit onze kersbroodopbrengsten, gaan we wat budget allokeren om bij te dragen aan dit verhaal. En zo hebben we gezamenlijk gezegd, oké, wat kunnen we bijdragen, tot welk bedrag willen we dit afronden. En alle collega-bedrijven, mijn collega's en alle medewerkers van Fernandes hebben bijgedragen om dit te genereren. SUEET zal dit jaar de seniorenburgers gedenken. Sydney Groenberg, penningmeester van SUEET, zegt dat het moeilijk wordt om een keuze te maken welke instellingen een donatie zullen krijgen. Het vorig jaar met een bedrag van 336.000 zeven tehuizen voor kinderen met een beperking gedacht. De donatie van Fernandes juicht hij toe en hij hoopt dat andere bedrijven deze handeling zullen navolgen. De stichting is blij met welke donatie dan ook, benadrukt Groenberg. Het is een Surinaamse stichting, een Surinaamse organisatie en zonder de Surinamers zijn we niets. Dus we bedanken ook altijd eerst de mensen die doneren, de Surinamers. SUEET is Suriname. Stel je eens voor een school die inzamelt en het geld hier komt doneren. Het zijn allemaal mooie dingen, maar we zijn zeker het bedrijfsleven en in dit geval de Stichting Fernandes Social Foundation heel erg dankbaar met hun donatie van 25.000 SRD. Het is niet in woorden uit te drukken eigenlijk. Wanneer gaan jullie dit afsluiten en de projecten uitvoeren met de seniorenburgers? Oké. Er wordt hard gewerkt tussen 10 en 23 december, maar het echte werk begint het volgend jaar. Want je moet dan zitten en kijken naar hoeveel heb ik binnengehaald. Sydney Groenberg, penningmeester van SUEET. Hij hoopt dat ieder, maakt niet uit hoe klein het bedrag is, gehoor geeft aan de actie. De inzamelingsactie is op 12 december begonnen en duurt tot en met 23 december.